Oh, wacht even. Ik zie daar een kledingzaakje. Ik wil nieuwe schoenen. Yo, Nintendo fans, yo, de Pikachu Army. Welkom bij weer een gloednieuwe video in de Fire Only Challenge. En nogmaals, sorry van de audio in de vorige aflevering. Mijn computer was volledig naar de galamize, zeggen we hier in Rotterdam. Dat betekent dat hij niet echt meewerkte. Maar gelukkig is de audio nu weer gefixt. Dus we gaan keihard verder met deze challenge. In de vorige aflevering hebben we 2 badges gehaald. Ja, dat waren dus eigenlijk 3 afleveringen, maar die heb ik samengevoegd tot 1. En ik zie hier die ball guy staan en nu ben ik eigenlijk wel benieuwd wat jullie de mooiste pokeball vinden. Ik denk dat ik zelf ga voor de luxury ball of de moonball. Die moonball die hebben we hier gekregen, die vind ik best wel vet. De lure ball ziet er ook wel leuk uit. Als ik er 1 moest kiezen, dan zou ik denk ik toch voor de moonball gaan. En ja, nu krijgen we een lang verhaal van Sonja. We moeten even achter de aanlopen en ik ga het grootste deel van dit verhaal gewoon skippen, want ik wil gewoon gameplay aan jullie laten zien. Het verhaal kennen jullie al lang natuurlijk. We moeten hier naar binnen en dan doet Sonja weer een hele mooie ontdekking. Die Sandy Scorch daar, die is trouwens wel echt super vet. Ik pas trouwens wel echt goed in deze toko met mijn vuur outfit. Alles is hier rood en zo. Ja, ik zie mezelf hier wel zitten. Maar we moeten even snel naar de spa. En hier gaan we weer een legendarische Pokébattle hebben tegen Hoppy. Ik hoop alleen dat ik mijn Pokémon geheeld. Ah, kijk, gelukkig, Sonja doet het voor me. Anders had ik een groot probleem. We staan hier volgens mij wel in de sneeuw. Dat is wel naar, dus we krijgen de hele tijd last van die hagel. Ah, kijk, ik heb Ronald nog op de eerste plek staan. Ronald is echt op high level voor mijn gevoel. Level 45 is die al, die gaat echt heerlijk. Ja, double kick is toch niet zo'n hele sterke fighting attack. Dat is toch wel jammer. Ik moet echt een betere fighting move hebben. Dat zou super chill zijn. Maar goed, dubbel slopen, dat lukt op zich nog wel. Hoppakee, dat is Pokémon nummer 1. En Ronald en Thomas gaan een level up. Thomas, jongens. Thomas gaat bijna evolueren. Ronald wil trouwens Bounce leren. Ik ga die, denk ik, in de plaats van Acrobatics gooien. Ja, dat is op zich wel een goeie, denk ik. Kijk, hoppakee. Nieuw movie voor Ronald. En Hagel op mijn bakkes. En Wilbo, die mag het even gaan opnemen tegen Pinchurchin. Met zijn konthoofd. Ik kan er niks aan doen, maar de voorkant van zijn gezicht vind ik echt net een bil gewoon. Ik weet niet wat hij precies doet nu. Hij boost zijn attack ten koste van... Oh, hij boost ook zijn defense. Oké. Ten koste van zijn snelheid, maar wij waren sowieso al sneller. Let's go, Wilbo! Oh, net niet. En hij gaat nog even door met boosten. Ah joh, boost jezelf maar lekker. Zolang je me niet aanvalt, vind ik het prima. Oké, ik heb nog 1 HP over. Oh nee. Hoppy doet weer een hyper potion. Nou, nu gaat het allemaal weer een stuk langer duren. Hij heeft natuurlijk zijn defense ook geboost nu. Oké, dan ga ik toch weer even lekker onder de grond hoor. Doei, Wilbo. Wat? Hoe sterk is die nu? Nou, lekker dit. Daar ging Wilbo. Nou, Bardo, maak jij het dan even af? Shonge, jonge. Dat is toch best wel goed gespeeld van Hoppy voor een keertje. Dat moet ik hem even nageven, dat hij dit goed heeft gedaan. Ja, misschien is Wilbo ook gewoon nog niet sterk genoeg. Misschien moet ik hem toch binnenkort maar gaan evalueren in een Arcanine. En daar is die hoor. Corviknight. Bardo. Flame Wheel. We hebben hem niet in 1 keer neer. Oh, Drill Pack. Super effective. Ja hoor. Die stomme hagel ook de hele tijd. Pak hem. Ja, oké. Nice. Corviknight is weg. Nu staat het 3-1. Potverdorie man. Maar mijn Bardo is ook bijna kapot, joh. Oké, Snorlax. Dat is de volgende. Die wou ik pyroballen, maar het lukt niet. Snorlax die... Oh my gosh. Waar is Hoppy mee bezig, joh? Hoppy heeft voor het eerst in zijn leven best wel een goed gevecht. Wat is die allemaal aan het doen, joh? Doe maar even een pyroballetje op zijn bakkes bij Snorlax. Kijk, hoppa. Ja, nee, we slopen hem gewoon helemaal niet, joh. Straks gaat die Ronald ook kapot maken. Ik denk het wel. Ik ben geparalyzed. Nou, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt opeens met Hoppy. Snorlax level 39. Moet ik ze nou serieus met potions gaan gooien? Wat is dit? Heb ik nog nooit meegemaakt, jongens, dat een battle tegen Hoppy gewoon moeilijk wordt. Misschien is deze Fire Only Challenge toch moeilijker dan ik van tevoren had gedacht. En zo zie je mij, jongens. Je moet nooit je tegenstander onderschatten. Want dan gaat het gewoon helemaal fout. Hier, Pyro Ball. Oké. Snorlax is weg. Dit is even een partijtje niet normaal. Ondertussen is Don een leveltje omhoog gegaan. En dan mag Dionne het even op gaan nemen tegen Rillaboom. Oké, let's go. Incinerate. Ik ben maar 1 level hoger trouwens dan Rillaboom. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat. Kijk, wel super effective. Ik had inderdaad niet verwacht dat ik hem in 1 keer zou slopen. Oké. Rillaboom gaat ook kapot. Die hagel is ook wel vervelend trouwens. Daar worden we ook elke keer lekker even een beetje door geraakt. Daar gaat Rillaboompie. Dionne gaat een leveltje omhoog. Super chill. Oh, dit was hem. Dit was hem gelukkig. Man, Hoppy. Hey, kijk eens wie er gaat evolueren. Eindelijk gaat Thomas ook deelnemen aan de battles, jongens. Oh, wat moet ik wel even zo doen dan? Hoppakeetje.
alles gaat fout hier zo. Maar dit gaat niet fout, want Thomas is geëvalueerd in Lampunt. En daar is Lampunt in de Pokédex. Oh, deze Pokédex-beschrijving is ook niet normaal. Hij lurkt in cities en hij doet alsof hij een lamp is. Als hij iemand vindt die bijna overleden is, dan zal hij hem rustig blijven achtervolgen. Ja, Hoppie, waarom maakt hij mij zo moeilijk, jongen? Doe eens even normaal. Hoppie gaat in ieder geval naar Spijkmut. En wij gaan hem natuurlijk achteraan. Maar die weg naar Spijkmut, die is wel even intens. Want we moeten een heel groot stuk over het water. En dat is niet echt handig als je met vuur-Pokémon bent. Zal ik even kijken of ik Thomas gelijk kan door-evalueren? Dat zou wel vet zijn. Even kijken of ik een steentje heb, hoor. Ja, de Duskstone, die heb ik nodig. Nice! Dit gaan we doen, jongens. Ik wil nu gewoon mijn Chandler. Let's go, Thomas! Je mag gelijk door-evalueren, jongen. Hoppakee. Ik wil een Chandlertje hebben. Ik wil gelijk helemaal all-out. Yeah! Super toffe Pokémon. Hoppakee. Hey jongens, zullen we er gewoon helemaal een evolutiefeestje van maken? Zullen we gewoon Wilbo ook een Firestone geven? We gaan gewoon iedereen helemaal evolueren, jongens. Ik bedoel, Wilbo verdient dit ook toch? Let's go! Arcanine! Ja. De magische hond, Wilbo. Wilbo, je bent een magische hond, jongen. Lekker bezig. Ja, ze zeggen ook over Wilbo dat dit een Pokémon is die bewonderd wordt om zijn schoonheid. Nou, die kan je even in je zak steken, vriend. Oeh, Arcanine wil Extreme Speed leren. Ah, nee, die wil ik dan precies weer niet leren. Ja, dan gaan we nu zien hoe goed Wilbo eigenlijk echt is. Nu pas is hij in zijn full potential. En datzelfde geldt natuurlijk voor Thomas. We hebben er echt even een evolutiefeestje van gemaakt, jongens. En dit is gewoon mijn volledige team. Iedereen is nu volledig geëvolueerd, dus niemand kan nog door-evolueren. We kunnen natuurlijk wel nog nieuw Pokémon vangen als dat nodig is. Als ze vinden dat er een Pokémon beter is dan de Pokémon die we nu hebben. Oh, wacht even. Ik zie daar een kledingzaakje. Ik wil nieuwe schoenen. Gun mij nieuwe schoenen, alsjeblieft. Heb schoenen. Heb schoenen in het assortiment. Ja, kijk, oké. Witte sneakers, zwarte sneakers. Oeh, rode sneakers. Ja, we moeten rode sneakers. Bam! Het beste moment in deze video is niet dat iedereen geëvalueerd is. Het beste moment is dat we rode schoenen aan hebben. Hoppa, kijk, dit ziet er wel echt nice uit, hoor. Ja, dit is zeer huts. Zeggen we nog huts eigenlijk? Weet je wat, Rick? Ga jij maar gewoon even door met je spelletje. Oké, jongens. Ik ga door met mijn spelletje. Op route 9. Ja, en dit is nog een beetje het ijsstukje. Ik zie daar een fisherman's friend. Ik weet niet of ik daar tegen wil battelen. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik die gewoon even een keertje oversla. Oké. Let's go. Laten we, ja, een max potion pakken. Ik wil niet tegen deze battelen allemaal. Die maken me helemaal stuk. Dit zijn allemaal water-Pokémon. Deze route, jongens. Deze route is niet oké. Wat heb jij, Dancer Zoe? Wat heb jij voor Pokémon? Ja, je hebt blauwe ogen. Oké, je hebt een Darumaka. Oké, gelukkig. Darumaka moet nog wel gaan lukken, denk ik zo. Hop. Eigenlijk moeten we Thomas even gaan testen. Ik wil even met Thomas battelen zo. Hoppakee. Darumaka is kapot. Alleen Thomas kent eigenlijk geen fire moves. Kijk, met Will-O-Wisp kan ik wel mijn tegenstanders verbranden, maar het is voor de rest geen aanval. Ja, laten we Wilbo dan maar testen. Wilbo is denk ik nu even een betere keuze. Oh, kijk hoe groot die Arcanine ook is. Hij neemt bijna het halve beeld in beslag, jongen. Super vet. Arcanine is echt een heel mooi Pokémon. Oh, maar hè? Je sloopt deze Blossom gewoon net niet. Ja, de hagel maakte er alsnog kapot, maar oké. Laten we maar gewoon even doorgaan. Nou, ik zie Tim Jaal daar alweer. Dat betekent dat Bardo even op de eerste plek mag. Bardo mag het even over gaan nemen. Want hier krijgen we natuurlijk onze waterfiets. Waterfiets hype. Maar daarvoor moeten we eerst even deze Papichulo's hier zo gaan verslaan. Come on, Tim Jaal. Let's go. Let's battle. Gooi je Liloen er maar uit. Kom op, Bardo. Bugbite op zijn bakkes. Ja, kijk, Bardo is wel een zekerheidje in mijn team, hoor. Dit is wel echt, die gaat wel echt lekker. Ik blijf toch af en toe een beetje twijfelen over Wilbo. En ik weet ook nog niet zo goed of Thomas uiteindelijk gaat blijven. Ik weet eigenlijk ook nog niet welke Pokémon ik nog tegen ga komen. Of ik nog vuur-Pokémon ga tegenkomen ergens op deze routes. Want volgens mij is het wel zo'n klein beetje klaar met de vuur-Pokémon. We moeten echt naar de Wilderia om strakjes op zoek te gaan naar nieuwe vuur-Pokémon. En daar kunnen we op zich nog wel een paar vinden. We kunnen een beetje Flareons vinden. We kunnen misschien een Turtonator vinden. Of zat Turtonator in de andere versie? Turtonator zit alleen in Sword of alleen in Shield. Ik weet het niet zo goed. Oké, maar Pangoro is in ieder geval down. Dat ging vrij soepeltjes weer met Bardo, jongens. Lekker. En de eerste Team Yelgrunt is alweer down. Maar haar Mattie gaat sowieso nog tegen mij battelen. Niet? Oh, nee. Ben je klaar? Was dit hem? Oké, later. Nou, rem maar weer weg. Ja, en van deze baas krijgen we natuurlijk nu de waterfiets. Dit is lekker. Hoppakee, de Rotom-bikie. Maar voor het volgende stuk ben ik best wel bang, jongens. Bijna net zo bang als voor de gym van Nessa. Ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Ik wil niet battelen met deze water-Pokémon. Laat me met rust. Ik ga Thomas even vooraan zetten. Voor het geval dat er een Grapplock op ons afkomt rennen, dan kan die in ieder geval niet zijn fighting moves gebruiken. Ah, nee! Nee!
Nee. Ik wil dit niet. Mag ik wegrennen? Laat me wegrennen alsjeblieft. Oké, ik mag wegrennen. Gelukkig, gelukkig. Oké, go, 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 go. Nee. Grablocked, shit. Misschien kan hij wel zijn fighting moves gebruiken, omdat we ook een fire-type Pokémon zijn. Oké, laten we maar gewoon Shadow Ball gaan doen. En hopen op het beste. Kom op, Chandler. Kom op. Oh, net niet de helft. Oké, hij doet topsy-turvy. Ja. Ja, kijk, hij raakt me niet met topsy-turvy. Dat is nice. Oké, misschien hoef ik toch niet zo heel bang te zijn voor deze Grablocked. Hoop ik. Ik hoop dat het goed blijft gaan, jongens. Lekker bezig, Thomas. Pak hem aan. Kijk, reversal werkt dan ook niet. Nee, nice, nice. Ik dacht eventjes, misschien werkt het wel, omdat we dus ook een fire-type Pokémon zijn. Maar dit is helemaal top, jongens. Dit is helemaal top. Dan wint Thomas nu gewoon van de level 50 Grablocked. Dat is best wel baas, jongens. Kijk eens. He's going down. Ronald is going up. Oké, nice. Maar ik wil echt niet meer tegen Wailers of zo. Laat me met rust. Ik wil gewoon door. Ik wil weg hier. Oh, nou, dit kunnen we nog wel een keer doen. Ik heb nu wel vertrouwen gekregen. Dit is meer dan 2000 XP. Dus dat is best wel chill. Let's do this again, Thomas. Ja, ja, dit gaat helemaal goed komen. Dit is chill, jongen. Het is toch wel lekker om een counter te hebben tegen fighting-type Pokémon. Hebben we daar in ieder geval geen last van. En alleen daarvoor wil je eigenlijk Thomas al in je team houden. Dus ja, ik ben hier wel blij mee, ja. Ik denk dat Thomas in de pick-order dan toch net boven Wilbo staat, jongens. Thomas groeit hier naar level 43. Zijn op zich ook prima stats. We vinden nog even een scope lensie. Dus even kijken of we nog een beter item hebben trouwens voor Thomas. Nee, zo te zien hebben we niet echt beter items. Oké, laten we deze battle ook nog even gaan doen. Deze duo battle. Even nog deze XP pakken voordat we richting de volgende stad en de volgende gym gaan. En we moeten tegen Toxtricity en Maractus. Oké, let's do this, Dionne. Met Incinerate vallen we natuurlijk allebei de Pokémon aan. Maractus is bijna down. Ah, ik had gehoopt dat het misschien in een one-shot zou gaan. Maar dat maakt niet uit. Let's go, Toxtricity. Ja, Toxtricity hebben we wel gelijk down. Dat is heerlijk. Dit is niet een super moeilijke battle. Don en Dionne gaan allebei een level omhoog. Oeh, Dionne wil Dragon Pulse leren. Dat is wel gek. En dat wil ik ook wel. Die ga ik leren in de plaats van Fire Lash. We hebben genoeg Fire type moves in het team. Oeh, nice. Een Dragon type move, jongens. Dat is ideaal. En Don wil Heat Crash leren. Volgens mij damage die daar zichzelf ook mee. Oh nee, dit is wel nice. Hoe zwaarder Don is dan de tegenstander, hoe meer damage deze doet. Laten we dit doen in plaats van Flame Charge. Ah, dit zijn nice movies, jongens. Deze movies zijn heel erg nice. Maractus zit even een giga draintje in, maar dat is niet echt giga, want zoveel HP pakt Maractus niet. Ik ga gewoon gelijk die Dragon Pulse even gooien. Hij is niet super effectief, maar ik wil hem gewoon even zien. Dragon Pulse! What? Dit ziet er wel uit als een hele sterke aanval, jongens. Lekker! Hoppa! Hebben we toch weer wat XP'tjes erbij en wat goede moves. En dan hebben we hier de volgende stad. En zoals jullie weten zit de poort dicht en niemand kan erin. Maar dan komt iemand ons helpen. En het is Marnie! En wat daar allemaal in die stad gaat gebeuren, zien jullie in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. De audio is gefixt. Gelukkig! Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je me ook live zien gamen? Volg me op Twitch.tv/RickardsU. En dan zie ik je daar. Mazzel!